Die het langst in de jacuzzi blijft, wint! Jongens, daar zitten we dan. Jij scheet. Ik ben echt dat eind. Oh, ik had al gezegd dat ik het warm, hè? Ik zweer je, je mag niet plassen. Oké, ik ga plassen. Nee, ik ga plassen. Hallo allemaal en super tof dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. En als je nieuw bent, welkom op mijn kanaal. Ik zou zeggen, check hier beneden eventjes of je al op de abonneerbutton hebt gedrukt. En zo niet, doe dat dan heel erg snel. Waarschijnlijk wordt het... Gaat dit nog lang duren? Ja, nee, wacht nou eventjes. Doe dat dan heel erg snel, want dan hoor je ook bij de Gewoon Thomas familie. Dit wordt niet zomaar een video, maar een hele speciale video, want ik ben samen met mijn lief vriendje Rutger! Yay! Wat een verrassing. Met rugpijn en nekpijn, want het duurde zo lang. Want je wordt ouder. Wij gaan weer iets heel tofs doen, want we gaan weer de challenge met elkaar aan. We gaan namelijk wie het langst in de jacuzzi blijft, wint! En de laatste keer bij de wie het langst challenge heb jij gewonnen. Wat trouwens niet helemaal eerlijk was, kwamen we achter door de reacties. Jullie hadden helemaal gelijk. Je had al vaker nee gezegd. Heel erg. Ik kan het echt niet door. Deze keer gaan we het wel eerlijk spelen en ik ga natuurlijk vol voor de winst. Ik ook. Hebben jullie hier heel erg veel zin in? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Laten we gewoon met z'n allen gaan voor 25.000 duimpjes. Ja, en bij de 24.999 voor mij en dan eentje voor jou. Dat is heel lullig. Halen we dat, dan gaan wij nog een keer wie het langst challenge aan. Zeker. Ja, dat is de goal, jongens. Ja. En natuurlijk heb ik deze week ook weer een vraag voor jullie. En laat je antwoord hier beneden heel snel even achter in de reacties. De vraag is als volgt. Wie van ons twee blijft er het langst in de jacuzzi zitten? Laat jij binnen 24 uur reactie achter, gaan wij zoveel mogelijk hartjes hier beneden uitdelen. Dus doe dat heel snel. Dan zou ik zeggen dat wij ieder onze eigen voorraad moeten gaan inpakken om deze challenge zo lang mogelijk te overleven. Ik heb wel een plan. Ik ook. Ik eigenlijk niet. Ik doe ook alsof. Natuurlijk ga ik heel lang in de jacuzzi blijven, want deze wie het langst opdracht wil ik natuurlijk gaan winnen. En daarom heb ik alvast mijn koffertje gepakt en deze koffer ga ik volledig vullen met allemaal spullen om deze challenge te gaan winnen. We beginnen natuurlijk met mijn zwembroek. Hoppakee. Een badlaken. Hoppakee. Zonnebrand, niet geheel onbelangrijk. Mijn Nintendo. Ik had stiekem al wat inkopen gedaan. Kijk hoe geweldig deze flamingo is die ik mee ga nemen. Love it. Mijn iPad neem ik ook mee. En volgens mij wil Paco ook in de koffer. Dat gaat niet passen, mevrouw. Natuurlijk neem ik ook wat te eten en te drinken mee. Want dat moet ook gebeuren als je natuurlijk heel lang in een jacuzzi gaat zitten. Ik neem een van mijn favoriete koekjes mee. Lange vingers, love it. Wat gezond, bananen, Sprite en nog wat chips. Ik wil dit gewoon echt gaan winnen, dus ik moet super goed nadenken. Wat natuurlijk erg moeilijk voor me is. Maar hey, wat ik nou precies moet meenemen om deze strijd te gaan winnen. Allereerst lijkt het me niet heel verstandig om naakt op YouTube te verschijnen. Hier een stapel zwembroeken. Ik vind deze eigenlijk wel erg gezellig met ijsjes. Verder geweldige slippers waar ik niks aan heb, maar voor nu eventjes op kan lopen. Oh, ik neem een zeehond mee. Ik doe ondertussen een poging om de voorraadkast te plunderen, maar er is niet zo heel veel. Dus dan moet ik maar mijn beste vriendin meenemen, Chrisley. Iets te drinken. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat ik iets te doen heb in bad, want dan gaat de tijd sneller. Maar mijn iPad is bijvoorbeeld niet waterdicht, dus dat is iets te riskant. Ik kan natuurlijk wel mijn iPhone meenemen, want die is wel waterbestendig. En dan in combinatie met draadloze AirPods, denk ik dat ik me wel ga vermaken. Ik ben er klaar voor. Nou, ik was er wel klaar voor. Je bent wel heel zeker van je zaak deze keer. Ja, nee, dit ga ik winnen. Maar we missen alleen nog een jacuzzi. Daar heb ik iets voor geregeld. Ik heb een jacuzzi. Als ik straks in mijn vingers knip, dan is er ineens een jacuzzi. Wauw. En we nemen Paco mee, want die mag er om de jacuzzi. Ja, de zeehond. Daar gaan we. Ben je er klaar voor? 3, 2, 1. En toen was er een jacuzzi. Zeker. Dit is onze jacuzzi, jongens. En dit is al zo warm. Jullie zullen vast denken, Thomas Rutger, dit is toch een hele makkelijke challenge. Maar ik zou hier toch eens even twee keer over nadenken. Want ten eerste, het is vandaag een hele warme dag. Daar is een zon. Een hele heftige, felle zon. Dan denk je, lekker verkoelend zo'n jacuzzi. Maar een jacuzzi is natuurlijk nooit echt koud. Sterker nog, hij is warmer dan je eigen lichaam. Dit wordt eigenlijk meer een challenge, wie kan de meeste warmte weerstaan. Ik heb regels bedacht. Oké. We gaan het net eventjes wat anders doen. We beginnen het eerste half uur met alleen onze voeten in het bad. Het tweede half uur heb ik een verrassing voor jou, want dan mag je ergens op zitten. Oh. En het derde half uur moet je helemaal in het bad. En vanaf dan gaan we dus echt de challenge in en kijken wie het langst gaat volhouden om in het bad te blijven. Oké. Ben je er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor. Dan gaan we ons nu voorbereiden. Ik had dus het idee om al mijn spullen uit het koffertje uit te gaan laden. Waar ga jij alles laten? Ik heb niet zoveel bij. Heb jij een hele koffer? Ja. Ik heb letterlijk alleen Chrisley mee. Echt?
Ja, en cola. Weet je dit? Ja. Heb je daarnaast ook helemaal niks bij? Ja, mijn iPhone en AirPods. Zodat je mij niet kunt horen eventjes. Ja, rust. Kan ik helemaal zen frozen luisteren. Lekker koud. Wow. Kijk eens, jongen. Wat is dat? Ik heb een flamingo. Wajo. Nintendo Switch met een handdoek en een zwembroek. Ik heb dezelfde. Exact dezelfde meegenomen. Ik zei toch dat er een tweede ronde was? Dat ja. We zeg maar ergens op moesten zitten. Nou kijk, ik heb een flamingo. Maar ik heb voor jou ook een verrassing. En dat ga je zien als ik deze opmaak. Oh, wacht. Ik denk dat ik het al zie. Dit komt me heel erg bekend voor. Ik denk dat het een unicorn is. Het zou wel heel toepasselijk voor mij zijn natuurlijk. Maar we gaan het zien. Ja, ik zie het al. Het is een unicorn. Wauw. Wie is deze Pokémon? Het is Paco! Heel die Yakuza zit al vol als deze erin zit. Wauw, heel mooi. Kijk eens, joh. Rutger heeft natuurlijk zijn unicorn, maar ik heb mijn flamingo. Oh mijn god, heel die Yakuza zit al vol. Ja, dit is wel voor ronde 2, hè? Dus de eerste ronde is pokebaden en daarna moeten we dus hier op gaan zitten. Ik zou zeggen, zwembroek aan, insmeren en het bad in. En toen waren wij helemaal omgekleed in precies hetzelfde zwembroek. Kijk hoe leuk we eruit zien. En jij kijk hoe wit jouw oor is. Is het zo erg? Ja. Ik heb het extra dikker opgedaan. Ik denk, ja, de zon schijnt zo hard. Dan is het nu tijd om de allereerste stappen in de jacuzzi te gaan zetten. We beginnen dus alleen met onze voeten, ja? Ik wil wel dat we tegelijk in de jacuzzi stappen, ja? Ja, tuurlijk. Daar gaan we. 3, 2, 1. En daar gaat hij. De eerste voet staat erin. Nu mijn tweede nog. Zo warm. En dan het idee dat we hier de komende uren nog in zitten waarschijnlijk. Zet een timer voor een half uur. Je kunt veel zeggen, maar ik vind het wel echt de gezelligste jacuzzi ooit dit. Het water is echt zo warm. Hoe gaat het daar? Zo warm. Wil je het al opgeven? Ik kan het gewoon bijna niet vastpakken. Die zon die staat natuurlijk heel de dag hierop, dus zelfs die rand is warm. Eigenlijk is dit het moeilijkste rond omdat je kont gewoon verbrandt. Gelukkig heb ik mijn stash hier, dus ik denk dat ik ga beginnen met mijn favoriete koekjes, de lange vingers. Wacht, een lange vinger. Nee, want deze zijn van mij. Ik heb alleen crush die. Dan ga je toch uit bad om even wat anders te pakken. Die rand is zo warm. Oh. Verbrand jouw kont niet. Oh, mijn benen verbranden gewoon. Ik heb mijn AirPods. Ik hoop dat ze in mijn oor blijven zitten. Ik ga allemaal koude dingen luisteren. Frozen, Coldplay. Intussen heb ik al dit pakken bijna. Ik ben ondertussen rondjes gaan lopen in het bad om een beetje mezelf bezig te houden. Het is eigenlijk een soort van challenge op zich. Kijk, want hier is het diepe en hier is het ondiepe. Dus hier ga ik hoger, zo. Dan ga ik weer daarheen. En dan probeer ik Rutger eruit te duwen. Nee, dat mag niet. En Paco probeert ondertussen mijn koekjes te jatten. Nee, nee, nee. You left me with your cold shoulder. You are telling hey. Go, can't hold it back anymore. En de unicorn en flamingo treffen elkaar. En toen kwam er een intens seizoen. Ja, daar komt hij. Bijna, bijna. Oh my god. Ja. Hoeveel baby's zouden daar uitkomen? Jij. Jongens, nog 30 seconden en dan is het eerste half uur afgelopen. 3, 2, 1. Oké. Dat betekent dat de eerste half uur erop zit. Dan gaan we nu naar de tweede ronde. En dat betekent dat jij op de unicorn gaat. Oh. En ik op mijn vriendin de flamingo. Zet een timer voor een half uur. Wat is de beste manier om hierop te zitten? Oh. Dit is best leuk, denk ik. Dit zit best wel lekker. Hoe zit dit Het is fantastisch. Je hebt een flamingo tussen je benen. Doe je dit? Gaan die AirPods niet uitvallen? Oh ja. Daar gaat u, jongens. Rutger beklimt een unicorn. Zit je? Ja, best lekker. Jongens, daar zitten we dan. Die koersje is iets te klein voor deze unicorn en flamingo, maar we zitten. Ik denk dat ik deze ronde makkelijker doorkom. Zijn je nou serieus dat je moet plassen? Ja. Oké, er is één regel. Er wordt niet geplast in het bad. Ik ben gewoon vergeten te gaan. Nee, je mag echt niet in het bad plassen. Als je moet plassen, moet je er ook uit. Je bent al aan het plassen. Nee, nee, nee. Jongens, zelfs mijn camera is oververhit. Het is niet normaal warm. Volgens mij komen wij hier hartstikke rood uit deze challenge. Dus doe dit thuis niet zomaar na. Het is niet geheel zonder risico's. Oh my god, jongens. Het is alsof ik in de Nevada-woestijn ben beland. Met alleen maar Krusli. Waarom hebben wij geen water mee? Ja, heel dom. Hoe kom ik met mijn spuiten aan? Ik denk als je een thermometer nu in me zou doen. Dat klinkt heel raar. Ik denk als je nu een thermometer in mijn oor zou steken. Dat dus je zou denken dat ik koorts heb. Oh my god. En we moeten nog in het water. Ik ben echt aan het eilen. Het is natuurlijk een jacuzzi. En een jacuzzi is geen jacuzzi zonder bubbels. Ja! Zet hem op zijn hart. Wow! Veel waterbaan! Spectaculair dit, jongen. Ik vind het oneerlijk. Ik zit al bijna een uur met mijn gezicht in de zon. Dus ik ga nu draaien. Hoe gaan wij draaien? Pas op. Oh, hij loopt leeg. Echt? De lucht verplaatst. Ik heb meer verstand van unicorns dan jij. Oké. Okay. Oh, dit gaat best makkelijk eigenlijk nog. Oeh. Ik zit er al. Veel chiller. Maar niet aan mijn sters komen die daar staat. Dan dat het van mij. Hij loopt echt leeg. Het komt goed uit, want ik denk dat de tijd bijna voorbij is, of niet? Ja hoor. Dat betekent dat de flamingo en de unicorn nu het bad uitgaan. En wij dus helemaal in het warme bad gaan. Ga de vrijheid in. Ja. Bijna tegen de cactus aan. Veel plezier in de vrijheid, flamingo. Oh nee.
We zitten nu een uur in dit bad, Rut. Nou, we staan nu nog. We staan. We gaan er nu echt in. 3, 2, 1. Liet jij scheet? Het was dat lucht. Het zijn de eerste bubbels. Oh jongens, het is zo warm in de volle zon. Het is 10 keer warmer dit dan net. Het is echt heel erg. We hebben nu ook geen tijd ingezet, dus het is echt afwachten wie het langst volhoudt. Nou, ik hoop wel dat ik bruiner hier uitkom. Dat is het voordeel. Je geeft wel licht in dit bad. Geef echt licht. Dus eventjes een shout-out naar Surfshark die deze video mede mogelijk maakt. Zoals jullie weten vind ik het altijd heel belangrijk om veilig te internetten. Dit is een service die dat mogelijk maakt. Want als je via deze service gaat internetten, gaan niet al je gegevens naar het wereldwijde web, maar blijft het juist bij jou. En als je op reis gaat, dan kun je nog steeds gebruik maken van het aanbod van alle Nederlandse streamingsdiensten. En als je in Nederland bent, dan kun je weer content zien die je normaal gesproken alleen in het buitenland kan zien. Mocht je er nou meer over willen weten of ook gebruik van willen maken, ga dan naar de link in mijn beschrijving en maak via deze link een account aan. Als je de code gewoon Thomas gebruikt, die nu in beeld komt, dan krijg je 85% korting en de eerste 3 maanden gratis. Samen lekker. Heerlijk, jongens. Oh, een koud luchtje. Ik bedoel mijn windje. De straal brengt een beetje een windje mee. Die zit gewoon schreden te laten. Wat een straf deze challenge, jongens. Zo zwaar. Had ik al gezegd dat ik het warm, hè? Volgens dus mij gaat heel deze video over dat het warm. Wisten jullie trouwens dat deze camera ook onder water kan? Hé, nee, niet doen. Jij bent ondertussen aan het switchen. Nee. Wat is er? Moet je een update installeren? Steven update. Maar dan kan je wel de software gewoon opstarten. Gelukkig. Ik heb wel een plek hier in de schaduw. Ik weet niet of je het door hebt. Je zit helemaal moeilijk te doen. Zo slim. Dit is net in de schaduw. Nou, ik dacht dus heel slim te zijn met mijn AirPods. Maar ik durf het niet. Ik heb dan weer zo'n rare vorm oor. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, dat hij er nog wel eens uitvalt. We hebben allemaal iets en jij hebt echt 2 verschillende oren. Ik heb 1 elfenoor. Dit is meer een elfenoor. Let op, kijk naar deze en kijk nu naar deze oor. Heel anders. Ik zie sterretjes en de maan. Oh wacht, ik zie echt de maan. Kijk, de maan. Luister. Nee! Kijk, dit is een nieuwe techniek. Ik heb heel veel handen boven gehouden, maar ik ga elke keer een deel van mijn lichaam boven houden. Moet je koelen? Zo nou plassen? Moet je echt plassen? Nee! Plassen! Nee, je mag niet plassen. Ja, ik zweer je, je mag niet plassen. Oké, ik ga plassen. Nee, ik ga plassen. Nee, niet doen. Weet je hoe raar wij doen als wij zo lang in het warm zijn? Ja, want er zit een snotje in je neus en een snotje in je neus. Och, nee, geen snot in het zwembad doen. Ja, dag, dan ga ik ook mijn snot. Ga eruit. Ik heb gewonnen! Waarom ga je eruit? Meen je dit nou serieus? De meest makkelijke overwinning die ik tot nu toe heb gehad tijdens de... Je weet niet hoe gooi jouw snot is. Oh. Even tussen ons was dat helemaal niks meer aan mijn vinger. Ja, dag. Maar jongens, dat betekent wel dat ik deze challenge heb gewonnen. Rappers kijken, doei. Dat betekent ook wel inderdaad dat ik er eindelijk uit kan. Dag, Bad. Dag, Crushly. Dat betekent dat dus het antwoord op de vraag aan het begin van de video... Team Thomas. Pas. Vonden jullie het een leuke video? Doe dan zeker eventjes een duimpje omhoog. Als we de like al halen, gaan wij weer een Wie het Langst challenge doen. Ben je nog niet geabonneerd op Rutger? Doe dat dan ook even. Er komt hier nu iets in beeld of het staat in de beschrijving. En ben je nog niet geabonneerd op mij? Doe dat dan ook hier beneden even. En druk op het belletje om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video. En dan zie ik jullie gewoon volgende week dinsdag weer om 7 uur op mijn YouTube kanaal. Gewoon virtue. Thomas, au doei. Doei.